De Voedsel 1000 is een ontmoeting tussen 1000 Brabanders die geïnteresseerd zijn in voedsel. Ze bepalen zelf de agenda van het gesprek, dus het kan zijn dat ze het willen hebben over de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt, de plek waar je het koopt, waar het ons voedsel vandaan komt en ook hoe je zorgt voor gezond voedsel. Mijn voorkeur gaat wel uit naar eigenlijk elke dag vlees. Jaren geleden was het elke dag vlees en nu is het nog maar een paar dagen in de week. Praktisch elke dag eet ik wel haring. Beter leven, daar kijk ik altijd naar. Ik let er wel op, maar ik koop het niet. Met vlees probeer ik wel biologisch of scharrelfilet of zo te halen, dat het niet gewoon het eerste, het beste, goedkoopste is. Ik probeer wel iets bewust te kijken, ja. De haring wordt gevangen op de Noordzee. Ja, ik denk dat het heel positief is dat er veel reststroom vanuit de humane sector weer herwordt gebruikt in de sector, zoals wij hier ook brood en aardappel op stoomschillen gebruiken. Onze producten komen vooral lokaal. De lokale groenteboer, de lokale bakker. Ik zou naar evenementen zoals de Voedsel 1000 komen omdat ik het heel belangrijk vind om te horen wat de burgers willen eigenlijk. Als je kijkt naar ons voedselsysteem, dan hebben we een aantal grote vragen te beantwoorden. Hoe gaan we om met klimaatverandering? Hoe zorgen we voor een gezonde bodem? Hoe zorgen we voor schone lucht? Maar ook hoe zorgen we ervoor dat iedereen gezond eet? Dat zijn vragen die we alleen samen kunnen beantwoorden. Met alle Brabanders antwoorden vinden en ook met alle Brabanders in feite die antwoorden tot uitvoering brengen. Het maakt niet uit of je er verstand van hebt, of je er een beroep in hebt. Dus ik zou zeggen, meld je aan voor 19 februari en doe mee.